Na 10 jaar als techniektrainer bij Ajax te hebben gewerkt, vertrekt Simon Tahamata bij de club. Op maandagavond werd de oudspeler die in de jaren 70 furoren maakte bij Ajax verrast met een schitterend afscheid op de toekomst. Het is de laatste dag, de laatste training van jullie, van mij. Ik ga weg. Dus laat jullie achter bij onze trainers. Het enige wat ik wil zeggen is, goed luisteren naar de trainers. Veel oefenen thuis. Dan hoop ik jullie daar te zien. Ja, Simon. Dat had ik niet verwacht. Dit is, ik ken je alleen maar van dromen. Ik hoor het, ja, je hebt het verdiend, ja, maar. Ja, het was heel spannend hoor. Het was mooi. Simon. Vicky. Hoogtepunten, ik heb de wedstrijd PSV 4-1, 2 goals, een assist. Kijk maar even naar ze. Hoe vind je dat, Simon, om dit te horen? Ja, ik vind dat aan de andere kant komen de traantjes uit. Aan de andere kant, ik heb een heel andere band met die kinderen. Ik hoef ze nooit op te stellen. En ze kunnen altijd bij me terecht. Ik praat heel veel. Ik neem de allerjongste jeugd neem ik naar de kleedkamer van het eerste. Kijk, dan gaan ze zitten. Nou, hier wil ik bij mijn favoriete speler. Ja, ik heb met ieder speler heb ik contact, tot aan de onder 18. Ik praat met die gasten. Je begeleidt ze? Ja, ik begeleid ze, ja, maar goed, het gaat niet alleen om het begeleiden, maar ook, ze moeten een ei ook kwijt. Dus ik hoef ze niet op te stellen, ze kunnen alles tegen mij zeggen. Ja, maar, dat heb ik een hekel aan. Als een trainer zegt tegen jou, van je moet dit en ja, maar, dat ja, maar moet je niet meer doen. Dat vind ik niet leuk. Je moet luisteren wat je zegt en van daarna moet je aan de gang. Zou je hem anders heel veel op stil kunnen zetten, want je bent onverminderd populair, Simon. Ga je missen, man. Ja, ik ga je ook missen, ga jullie ook missen. Ik wil die bal nog ooit terug. Ja, nee, ik ga kijken. U mag die bal pakken, mag ik die door mijn benen spelen. Oké? Ja? Ik heb mooie tijden meegemaakt. Ik ben tot 2 keer kampioen volgens mij. Dat is toch lekker. Weet je, toch niet zo fel als Sjaak natuurlijk. En ja, Sjaak. Wrijft hij er wel in, zeker? Ja, dat hoort nog altijd. Maar goed, het is al die successen. Ik heb met de jeugd heb ik hier ook gesprek. Ik was 15 toen ik hier kwam. Als boertje van Buten, weet je, en het hoogtepunten zijn elke wedstrijd die je gespeeld hebt voor de club, dat zijn allemaal hoogtepunten. Er is geen één bij die zegt van ja, nee, ik speel mijn hart en ziel heb ik in de club gegooid. Krol, Arnezen, of Link natuurlijk, Tahamata loopt, oh, Simon Tahamata. Hoewel Simon Tahamata altijd met heel veel plezier bij Ajax heeft gewerkt, bleef er altijd nog één droom onvervuld: in het buitenland werken. Ik ga dus naar Duitsland, dus naar Berlijn. We hebben een project daarop. En we gaan precies hetzelfde doen wat ik hier doe. Dus, maar het is een academie. Maar het is precies hetzelfde wat ik doe met spelers opleiden voor een eerste elftal elders. Wij leiden hier ook spelers op voor Europa, denk ik. Hè? Nou, ik doe precies hetzelfde. Ja. Wij gaan dat precies hetzelfde doen. En dat is precies mijn ding, wat ik graag doe. Dan blijf je lekker met die jeugd bezig. Ja. Dan houd je wel jong. Jij blijft altijd jong, toch, Simon? Ja, wel. Maar ja, kijk, dat heeft me dankbaar aan mijn vrouw. Maar ik zeg ook, ja, als je bezig bent met kinderen, weet je, tot onder 18, weet je, dan hou je wel jong. Want je gaat zelf meedoen.
voordoen, veel voordoen en plezier maken. Het is het mooiste wat er is om met die jongens mee te doen. Soms krijgen we schoppen en dan liggen op de kimmen van de pijn op de veld. Je gaat mijn schoppen, dat kan toch niet? Weet je, en dat is plezier maken met elkaar. Vanavond nog even één keer lekker bij Jong kijken. Ik heb een paar jongens lopen. Ik zei het net over bij Jong. Dat dan praat ik veel meer over de buitenspelers. En ik roep ze één voor één op, maar allemaal aan het eten aan tafel. Zorg maar, jullie zijn nou de toekomst. Jullie moeten zorgen dat de club weer bovenop komt. Ga je missen, Simon? Alles. Alles. De club. De mensen. Alles. Je vraagt van wie, maar dan krijg je het niet weer, hè. Dit ga ik missen. Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Jullie ook bedankt.